IFL houdt bewustwordingsactiviteit over borstkanker. Op initiatief van Ursula Nahar heeft de organisatie Invest in Female Leaders een bewustwordingsactiviteit met betrekking tot borstkanker uitgevoerd. Aanwezig tijdens deze activiteit op zaterdag 18 mei waren onder andere First Lady Ingrid Boudersen-Waldring, de voorzitter van de Nationale Assemblée, Jennifer Gerling-Simons, en de directeur van het ministerie van Volksgezondheid, Cleopatra Jesrun. Het doel van Invest in Female Leaders, IFL, is om vrouwen in Suriname door vorming en ontwikkeling hun zelfstandigheid en bewustwording tot vrouwelijke leiders te inspireren. Een leider geeft nooit op en heeft een hoger doel voor ogen. Mocht de ziekte je toch overkomen, moet je in staat zijn om niet bij de pakken neer te zitten, maar alle middelen in te zetten om zorg te dragen dat je zo snel mogelijk terug kan naar de oude situatie. Met deze woorden inspireerde de First Lady vooral de aanwezige vrouwen. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. De boodschap.today.